Hallo kijkers van mijn YouTube kanaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik het met jullie hebben over Pokémon Go Fest in Dortmund 2019. Vergeet niet te liken en te abonneren. Niantic heeft zojuist op Twitter bekendgemaakt dat Nidoran mannetje Shiny gaat komen op Pokémon Go Fest in Dortmund. Waarschijnlijk gaat Nidoran mannetje vanaf vrijdagavond om 10 uur extra veel spannen over de hele wereld. Dat we dus misschien ergens anders, ook in Nederland, ook als je niet op Go Fest bent, kans maakt om Shiny Nidoran te vangen. Bij Go Fest Dortmund hoort natuurlijk ook wel weer een Global Challenge, net zoals in Chicago was bij GoFest. De mensen in GoFest moeten bij elkaar 1 miljoen research tasks completen om 3 keer catch XP in de week daarna te krijgen. Team Instinct, Team Valor en Team Mystic moeten alle 3 15 miljoen research tasks in totaal completen om hun bonus te unlocken. Team Instinct voor Lucky Eggs die in plaats van een half uur 1 uur duren. Team Valor voor 3 keer zoveel XP die je krijgt voor het hatchen van eieren. En Team Mystic voor dubbel XP voor raids. Dus in plaats van 10.000 XP voor een legendary raid, 20.000 XP. En aan het einde van die week, of misschien de week daarna, zoals bij Raikou was, krijgen we ook nog een raid day met Entei. Maar daar moet de tijd nog van bepaald worden, dat is nog niet aangekondigd. Op Reddit zijn al een aantal foto's geleakt van mensen die hebben gekeken naar hoe Niantic het in het park aan het opbouwen is. Dit zijn een paar mooie foto's van hoe het daar nu is. Dus, kijk even. Ook hebben de accounts die een ticket hebben gekocht voor Pokémon Go Fest in Dortmund gisteravond een medaille gekregen van het evenement, die nu mooi bij je badge staat. Als je geen spoilers wil hebben van welke quests je gaat krijgen voor de special research en normale research op Pokémon Go Fest Dortmund, spoel dan nu het stukje door wat ik nu ga vertellen. Dit is een deel van de special research die je voor Jirachi op Go Fest Dortmund moet doen. Op Go Fest Dortmund hebben ze speciale delen, ze laat ik het noemen. Zo hadden ze ook op in Chicago hadden ze een Spooky Woods en een Fairy Garden. En in Dortmund hebben ze dus een Rocky Terrain, een Bootleg, Mysterious Wood en Steel Factory. Dus van Nidoran moet je een Go snapshot maken in zijn Go Fest habitat. Wat dus de Rocky Terrain is. Van Phoebus moet je in zijn GoFest habitat de Bootleg maken, een Go snapshot. Van Oddish een Go snapshot in de Mysterious Woods. Van Meditite ook in de Mysterious Woods. En van Magnemite in de Steel Factory. Dan hebben we ook nog de normale research tasks die we moeten completen om de Global Research te kunnen halen. Die zijn evolve zoveel Pokémon, het nummer is nog niet bekend. Hatch an egg. Make zoveel Great Curveball throws in a row. Ook nog niet bekend hoeveel. Win a raid. En win zoveel gym battles. Dan staat er ook nog iets van Niantic Stuff Related Quest. Geen flauw idee wat dat is. We zullen zien of we zullen niet zien. Pokémon Go Hub en de Silver Road gaan volgens mij ook meetups houden. Pokémon Go Hub had bij de vorige GoFest in Chicago ook nog speciale acties via hun Twitter. Maakten ze dan bekend waar ze stonden. Moest je codewoord zeggen als je ze tegenkwam. En dan kreeg je een of andere goodie bag met een aantal grappige spelletjes erin. En dus hou zeker hun Twitter-account in de gaten. En volgens mij gaat Silverout een kleine meetup houden om met andere travelers je traveler card friends te kunnen worden. Zulke dingen. Hier is nog zo'n foto van de Silver Road. Zo te zien gaan ze meetups in en rondom het Westfalenpark, waar het evenement zich afspeelt, houden.
En ze gaan ook nog op verschillende plaatsen PvP-toernooien voor de Rainbow Cup, de Cup in juli houden. En ze houden ook nog een PvP-toernooi van Europa. Je kan ook inchecken voor de GoFest Dortmund badge, maar ik kan niet uit de foto opmaken waar je dat kan doen. En op de Nestatlas kan je zien waar hun meetups zich afspelen. Dus dan moet je naar hun website toe gaan en dan daar op Nestatlas klikken en dan naar Dortmund toe gaan en dan zie je waar ze hun meetups hebben. Voor het kijken. Ik hoop dat jullie veel aan deze video hebben gehad en dat jullie veel informatie uit hebben kunnen halen. Misschien zie ik jullie in Dortmund. Ik ben er zondag. Vergeet niet te liken en te subscriben. En veel plezier, fijne hunt en tot de volgende video.